Oké, weet je, we richten gelijk die gun op hem. Ja. Oh shit! Wow! Deze guy die heeft gewoon in één keer een shotgun. Oké, nou moeten we snel wezen voordat de politie komt. Een kluis jongens, een kluis. Laten we eens gaan proberen deze open te maken. Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Farikno. En vandaag gaan we weer een nieuwe zelfverzonnen missie doen in GTA 5. En we gaan vandaag op pad met Trevor. Ja, Trevor is er weer. Trevor heeft weer geld nodig. Trevor is weer een skere boy. Wat betekent dat? Dat Trevor op een illegale manier geld moet gaan zien te verdienen in deze aflevering. Nou, laten we gelijk eventjes richting de auto gaan. Ja, hier staat een prachtige wagen. En dan moeten jullie nu niet denken, hey, Trevor heeft een superdure auto. Dat betekent dat hij in één keer heel veel geld heeft. Natuurlijk niet. Deze auto is natuurlijk gestolen zoals normaal. Oké. Wat is de bedoeling van vandaag? Vandaag is het geen terrorzombies. We zijn vandaag met Trevor op pad. Binnenkort komt weer een nieuwe terrorzombies aflevering. Dus niet getreurd. Ja, Trevor. Trevor wil geld hebben. Wat kunnen we nou doen? Er zijn meerdere winkels in de stad van Los Santos. Je hebt kleine supermarktjes. Je hebt benzinepompen. Je hebt liquor stores, oftewel drankwinkels waar je drank kan kopen. En toevallig hebben al die winkels achter, zeg maar waar je niet normaal in de winkel, maar daarachter, zeg maar backstage, waar die meneer normaal altijd zijn rekeningen checkt en zo. Daar staat een hele grote kluis. En deze kluis kunnen we met een nieuwe mod kraken. Dus dat is wel heel erg tof om te gaan doen. Het is niet zo gemakkelijk als dat het lijkt, maar dat zullen we straks zien. En verder, als kers op de taart. Is dat goed? Ja toch? Kers op de taart? Ja, denk het wel. In ieder geval kers op de taart gaan we nog even een bank overvallen. Om het natuurlijk helemaal compleet te maken. En dan heeft Trevor in ieder geval weer genoeg geld om komende maand door te komen. Misschien zelfs wel wat meer geld dan hij nodig heeft. Misschien kan hij eindelijk een normaal appartement kopen hier in de stad. Als ze maar niet doorhebben dat het gestolen geld is. Oké, laten we even naar de kaart gaan kijken waar we heen willen gaan. Helaas, door meerdere mods die ik heb geïnstalleerd, kan je nu niet zien waar alle winkeltjes zitten. Maar daardoor heb ik stiekem, ja, op mijn tweede scherm heb ik een kaart van GTA openstaan waar wel alle winkeltjes op staan. Even kijken, waar zijn we nu? We zijn hier in de buurt van het strand. Dus laten we eens even kijken of hier een winkel in de buurt is. Als het goed is, moet er hier ergens een zitten. Dus laten we ons waypoint die kant op zetten. We gaan proberen vandaag zoveel mogelijk winkels te beroven. En ik denk dat we heel veel last gaan krijgen vandaag van de politie. Laten we ook even kijken hoe laat het is. Oké, het is al 5:30. Dat komt perfect uit. Want ja, ik wil eigenlijk de bank gaan overvallen na sluitingstijd. Dan zijn er geen mensen binnen. Dan wordt misschien de politie minder snel geïnformeerd. Je weet het allemaal niet. Oké, eens even kijken. Wat is dit hier? Is dit een... Ja, hier kunnen we drank kopen. Nou, we zetten de auto hier neer. Dankjewel mevrouw. Vindt u het een mooie auto? Dankjewel. Ik krijg zelfs complimentjes. Hij is gestolen hoor, maar dat weet ik niet. Oké. De liquor store. Nou, we hebben al een grote rugtas om. Daar kunnen we al het geld natuurlijk instoppen. Laten we rustig naar binnen lopen. Deze man mag natuurlijk niet doorhebben wat wij hier van plan zijn. We hebben nog geen wapens vast. We doen het gewoon allemaal heel rustig aan. Hallo meneer. Laten we eerst gewoon wat kopen, weet je? Als we gewoon eerst wat kopen, misschien verdenkt hij me dan minder erg. Ik zie hier allemaal flessen drank om u heen staan, maar ik kan nergens drank kopen. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer, gast? Kom op. Already full, already full. Oh, sorry, ik heb geen plek meer. Er is geen plek meer in mijn broekzak. Oké. Ja, we kunnen deze meneer nu wel een gun op zijn hoofd richten. Maar ik denk dat hij dan heel snel de politie gaat bellen. Maar het voordeel is wel, als hij zo druk bezig is met de kassa, dan kan ik snel de kluis leeghalen. Want ik ben bang als ik nu naar het kamertje loop hierachter, waar waarschijnlijk de kluis staat, dat hij dan door. Maar we moeten ons niet verdacht gedragen. Ja, dus we gaan gewoon even kijken. Oh, lekker allemaal biertjes. Oh, net zoals doen dat we een klant zijn met een hele grote sporttas. Het is gewoon om alcohol in te stoppen, toch? Gewoon, ik heb gewoon veel dorst. Even kijken hoor, wat staat hier allemaal? Een dusje gold. Zijn de dusje gold goed, meneer? Ja? Ja? Oké, nou ja, weet je. Hij blijft me maar zo aan... Moet je kijken hoe die man me blijft aanstaren. Ja, ik vind u een beetje eng, meneer. Ja, oké, ik begrijp het ook wel. Ik ben zijn enige klant vandaag, weet je. Dus die man die denkt, eindelijk is er een klant. Laat ik hem eens goed observeren. Misschien dat hij misschien mijn gezicht wel kent van de televisiejournaals van een paar weken terug. Meneer, sorry. Ik ga toch doen. We gaan gewoon kijken wat de beste manier is. Ik heb zelf geen idee. Oké, weet je, we richten gelijk die gun op hem.
Ja. Oh shit! Wow! Deze guy die heeft gewoon in één keer een shotgun. Oké, nou moeten we snel wezen voordat de politie komt. Zie je nog een deur? Ja, hierachter. Zo, deze man heeft wel aparte posters hangen hier in zijn kantoortje. Ah, ja. Oké, een kluis jongens, een kluis. Laten we eens proberen deze open te maken. Ik ben wel blij dat de politie niet geïnformeerd is. Dat was wel een enorme klap van mijn shotgun. Dus hopelijk hebben mensen het buiten niet gehoord. Oh, ja, dat slot is niet gemakkelijk voor de mensen die zich afvragen. Je moet zeg maar per tikje naar rechts, tot je helemaal gaat trillen. En dan komt uiteindelijk de goeie. En als je één te ver gaat... Dus als je zeg maar, wat ik nu doe, kan je ook heel snel doen. Maar dat is Link. Want voordat je het weet, ga je te snel. Dan ga je eroverheen en dan... Kijk, nu moeten we opletten. Eentje verder. Ja, oké, laatste. Deze mogen we niet opfokken, kom op. En soms, dit is gewoon heel random, dit slot. Dus elke keer kan het verschillen. Ik hoop niet dat er een alarm op die kluis zit. Dat de politie gelijk geïnformeerd wordt als die wordt opengemaakt. Dat zou kunnen. Ja, dit is dus... Nu wil je heel snel verder. Maar als ik dat nu had gedaan, was ik overheen gegaan. Oké, there we go. Kluis open. En er staat een mooie grote zak geld in. Wat zit erin? $1,970. Oké. Oh shit, we hebben wel 2 politiesterren achter ons aan. Dus er is toch iets gelinkt met de kluis. En als ze nu hier aankomen, ben ik bang dat ze een dode man achter de balie vinden. En dat dan echt de pleuris uitbreekt. Dus laten we snel wegwezen. We nemen niet de normale weg. We rijden rustig hier tussendoor. Nou ja, rustig. Mijn auto vliegt zo wat 20 meter lucht. Maar we doen het rustig. Ja, zodat de politie ons niet doorheeft. We hebben wel een beetje opvallende auto. Een witte auto, neo motorkap en dan groene lampjes eronder. Oh shit, er komt politie aan deze kant. We moeten de politie proberen te slim af te zijn. Hier kunnen we weer een straatje in. We gaan vandaag even slim proberen te spelen. Oké, de politie komt nu wel heel dichtbij. Ik wacht even hier, want ze hebben eigenlijk dit blok waar ik nu sta bijna helemaal omsingeld. Oh shit. Rijden ze nu voorbij? Oké, deze auto gaat daarheen. Dan rij ik snel daarheen. Oh, daar komt ook een politieauto aan. Ze weten niet waar ik ben. Dat is goed, maar ze rijden nu ook daar al. Oh shit. Oh. Politieauto, hij heeft me gezien. Het was, ik dacht heel slim hier te gaan staan, maar helaas. Maar weet je, we hebben toch een supersnelle auto vandaag. In ieder geval zolang die heel blijft. Hij heeft bulletproof tires. Oh. Zo, ik zeg zojuist nog, zolang die heel blijft. En ik rijd hem gelijk bijna in de prak. Oké, ik denk dat we hier wel even overheen kunnen vliegen. Wee. Zo. En dan moeten we nu even ergens heen. Zodat de politie kwijt kunnen raken. Oh shit, remmen. Het was een nieuwe auto. Oh, wow. Waar moet ik heen? Hier naar rechts? Dat loopt dood. Oké, er komt daar een politieauto aan. Wacht even. Ik moet het slim aanpakken. Hij gaat over de brug. Oh, ze hebben ons weer gezien. Ze schieten op ons. Ik denk dat we maar gewoon hier rond de plek waar wij het misdrijf hebben gepleegd. Hier maar gewoon zo snel mogelijk weg moeten. In ieder geval afstand. Kijk. Nu rijden we de politie er sowieso uit. Oh, ik rijd tegen het verkeer in. Als dit maar goed gaat. Nee. Is er nou weer een politieauto? Hoe weet ze waar ik ben? Oké, ja. Ik begrijp het. Misschien dat ik een minder opvallende auto moet kiezen. Zonder neon eronder en alles. Want dat is best wel een goed element voor mensen om door te geven. Van, hey. Politie, er rijdt hier een auto met 300 km/u door de stad. Hij heeft groene neon. En de eerstvolgende auto die ze rond zien rijden met groene neon is een lul. En volgens mij ben ik momenteel de enige in de stad die rondrijdt met groene neon onze auto. Oké, nou we zijn de politie nu wel kwijt aan het raken. Dus dan kunnen we elk moment naar de nieuwe winkel gaan. Come on, sterretjes gaan nou weg. Oh, er tussendoor. Zijn ze weg? Yeah, there we go. Oké, sterren zijn weg. Is dit nou... Wacht, zijn we nou serieus... Dit is dezelfde liquor store, of niet? Echt super slim is dit. Laat ik hem heel snel doorrijden. Zal die nog achter de balie liggen? Zal die weer open zijn? Nee, ik zie niemand achter de balie, dus ik denk dat die daar nog ligt. Oké, we zetten even de auto hier neer aan de kant van de weg. Voor het politiebureau, laten we dat maar even niet doen. Laten we snel doorrijden. Je weet maar nooit, voordat komt er in één keer politieagent naar buiten en dan, misschien dat ze ons nog herkennen. Oké, ik zet mijn auto even hier neer. We zijn op zoek naar een nieuwe winkel. Waar kunnen we die vinden? Als je me naar links ziet kijken, daar heb ik een kaart met alle winkels, zodat ik het iets makkelijker kan vinden. Hier ergens. Hier moet ook, als het goed is, een winkel zitten. Laten we die kant op gaan, dat is niet heel ver hier vandaan. Dan gaan we proberen een nieuwe kluis te openen.
Moet ik zeggen, met het onschadelijk maken van die meneer achter die balie, ging het wel redelijk gemakkelijk. Het alarm ging pas af wanneer ik de kluis opende en dat de politie doorkreeg van hé, de kluis werd geopend op een tijdstip wat niet hoort of zoiets. Ik weet niet, daar hebben ze vast een automatisch systeem voor. Maar ik vind het zo lullig. Ik zeg je eerlijk, ik vind het zo lullig om die man neer te schieten. Weet je, die man heeft helemaal niks misdaan. Maar ja, als je een shotgun op me richt. Ik denk dat iemand die achter de balie staat, American style, je weet toch, dat die in één keer met die shotgun neerknalt. Ja. Ja, je weet toch, bang bang. Oké, hier is een benzinepomp. Oké, de benzinepomp heeft ook een winkeltje volgens mij. Ja of nee? Ja, volgens mij wel. Oké, even kijken, dan rijden we gewoon de auto erin, net zoals we gaan tanken. Ik weet niet, kunnen we daar naar binnen? Ik weet niet, de benzinepomp zit toch al leeg. Nou, misschien ook wel. Kijk, ik ga nu de meneer naar binnen, die gaat waarschijnlijk betalen. Nee, toch niet? Oh, misschien die shotgun even wegdoen. Voor mij kan ik deze winkel niet in. Het ziet er namelijk nogal nep uit. Oké, hier kunnen we niet zijn. Oké, we moeten ergens anders zijn. We zitten wel in de buurt. Ik ga nog even op de kaart kijken. Ja, ik denk dat het in deze straat zit. We zijn er gewoon voorbij gereden. Dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Zou het dan hier links zijn? Er moet ergens een bar zijn. Of in ieder geval een 24 uur shop. Wat is dit? Ja, we hebben de winkel gevonden. Nice. We zetten de auto hier toch op de stoep neer. Je zou hier zo voorbij rijden, hè, jongens. Je ziet het zie je niet zo snel. Het is alleen één lichtgevend deurtje en de rest van de ramen is allemaal donker. Oké, wapen weg. We lopen naar binnen. Hallo, is er iemand? Waar is die meneer van de balie? Achter de balie? Hij gaat hier niet, je gaat me niet vertellen dat hij hier achter staat, hè? Oké. Nice. Ging het altijd maar zo gemakkelijk? Oké, laten we snel maar die kluis leeghalen. Want meneer is er niet. Dat ging fout. Oh, ja, je moet het eigenlijk heel rustig doen. Maar ja, soms heb je haast als de politie komt. Er wordt buiten flink geschoten. Dus ik weet niet wat er buiten aan de hand is. Ik hoop niet dat de politie daarop afkomt. Want dan is de politie namelijk al in de buurt. Als ik de kluis heb gekraakt. Oké, kom op. Ja, we zijn er bijna. There we go. Nog eentje. En klik. Oké, kluis open. Zo. Neem de zak geld mee. $1,002 in de kassa. De winkeleigenaar is er niet. Beetje vreemd. Ik snap niet waarom die niet zou zijn. Je laat toch niet je winkel alleen? Alsjeblieft. Misschien dat hij te horen heeft gekregen van de andere liquor store. Dat hij net is overvallen. Maar nee, dat kan niet te horen kregen, want iemand was dood. Nou, dan vraag ik af waarom die meneer er nu niet is. Oké. Tijd voor een nieuwe winkel. Of we moeten de politie nog zien kwijt te raken, jongens. Dat komt goed. Dat komt goed. Maak je daar absoluut geen zorgen over. Misschien ook wel. Maar ik ga mijn best doen. Even een nieuwe winkeltje. Een nieuw winkeltje in de buurt. Dus even kijken. Wat hebben we ergens? Of daar niet in de buurt. Dus liever even ver weg van de plek die wij nu zijn. Die moet als het goed is hier ergens zitten, denk ik. Kijken, goed kijken. Heb ik het goed? Ja, daar ergens. Oké, waypoint staat. Ondertussen proberen we natuurlijk deze politie af te schudden. Ja, boze politie. Oh, shh. Ik weet niet wat daar is, maar het lijkt op een politiebureau waar ik langs wil gaan rijden. Er stonden iets te veel rode stipjes op de kaart. Kunnen we die hier weer af? Ja, hier kunnen we er weer af. Dan zijn we ook alweer bijna in de buurt. Mijn sterren zijn nog steeds aan het knipperen. Het scheelde dat die man er niet was. Maar ik zal, als ik die meneer was, nooit meer zijn winkel onbewaakt achterlaten. Want voor je het weet, komt Treffer langs en die haalt die kluis leeg. Dat kan zomaar eens gebeuren. Oké, we moeten nog even de politie afschudden voordat we naar de volgende winkel gaan. Ja, en dan is het nu al best wel laat aan het worden. Kijken, ja. Ik denk dat de Flysa Bank zo ook wel dicht gaat. Dus dat is heel mooi, want dan kunnen we gewoon naar binnen. Dan zijn er geen medewerkers aanwezig. En hoe gaan we dan naar binnen? Sticky bombs. Sticky bombs is een perfect middel om een deur open te blazen als het zou moeten. Sorry. Ik hoop niet dat die mensen nu de politie bellen omdat ik ze heb aangereden en dat ik doorgereden ben. We zijn er bijna. Maar een klein stukje. Oh god. Is dit is de benzinepomp bij Grove Street of niet? Ja. Ik weet niet of dit zo'n heel goed idee is.
Want er zijn hier veel gangsters die hier aan het tanken zijn. Nou, als hier, het kan zijn dat hier heel veel gangsters zijn inderdaad. Gewoon een helikopter. Oh god. Kijk dan! Ik kom hier al aan en dan hang ik nu al een politiehelikopter hierboven. Ja, die zijn natuurlijk nu al aan het zoeken naar criminelen hier bij Grove Street. Want ja, oké. Ik weet niet of dit zo'n slim idee is. Ik denk zelfs dat het een heel dom idee is. Oh. Sorry! Maar hebben ze niks door. Oké. Ik zet mijn auto hier neer. Misschien was het al ook een idee om dat bij de vorige overvallen te doen. Maar ik bedenk me dat net. Dat het misschien wel een heel goed idee is om een of andere masker op te doen voor de beveiligingscamera's. En dan weten ze wel natuurlijk dat ik gelijk een overval aan het plegen ben. We doen deze wel. Oké. Dan ga ik gewoon gelijk naar binnen. En douw gelijk die kun op zijn neus. Handjes omhoog. Niet op onzichtbare knopjes drukken, want dan word ik heel erg boos. Vul maar rustig het zakje. Dan ga ik jouw kluis even leegmaken. Oké, nu moeten we het snel doen. Oh, fout. Oh, die was goed. Oh, gelukkig. Nu moeten we snel doen, want als die gast klaar is met zijn zakje, dan is er een kans dat hij het belletje indrukt en dat de politie hier heel snel heen stormt. Oh, nog één slot, nog eentje. Ja, ik heb hem open. Kluis open. There we go, geld. 754 maar. Gast, ik dacht dat je wel meer geld zou verdienen met je benzinepompje hier bij Grove Street. Iedereen tankt hier toch altijd? Is er nog meer in de andere kassa's? Nee? Oké, einde dag verder. Oké, laten we maken dat we hier nu wegkomen. Ik heb alweer twee politie achter me aan. En, ja, wat ik al dacht. Oh. Meneer, niet voor mijn auto lopen. Ik zie al heel veel rode stipjes op de kaart verschijnen. Oh, kijk eens daar in de verte, jongens. Kijk, oh shit, wegwezen. Oké, al die rode stipjes, dat zijn de gangsters van Grove Street. Die absoluut niet blij zijn dat hun benzinepomp is aangevallen. Dat is de plek waar al die gasten hadden tanken. En dan kom ik eraan met mijn guns. Maar oké, we gaan eventjes de politie even laten zien wie hier de baas is. Ik rij hier nou wel door de gevaarlijkste straat van Los Santos. Maar dat komt helemaal goed. We moeten eigenlijk gewoon voor zorgen dat zij de schuld krijgen, vind je niet? Oké, politieautootje. We schieten de agenten neer. Misschien is dat ook niet echt al te handig. Ik heb wel meer sterren achter me aan als eerst. We lokken ze Grove Street in. Voor mij zijn die gasten die hier wonen daar niet zo blij mee als ik hier met heel veel politie kom. Hallo jongens, ik heb politie meegenomen, jullie vrienden. Oké, die gasten op Grove Street beginnen hier nou ook te schieten. Voor mij schieten ze nu ook op de politie, ik weet het niet. Misschien is dat een goede afleidingsmanoeuvre die ik zojuist heb gemaakt. Ik hoop nou eigenlijk echt dat die gangsters van Grove Street gaan schieten op de popo. Oké, we rijden snel door. Hallo brandweermensen. Ik zet mijn auto hier even neer in jullie brandweerstation ding. Kan ik hier ook ergens heen? Ik ga ergens omhoog, dat lijkt me wel echt heel vet. Hier is die paal waar jullie altijd naar beneden glijden, hè? Echte brandweermannen zijn jullie. Volgens mij zijn ze me nog steeds kwijt. Oh, volgens mij zijn de brandweermannen niet zo blij dat ik hier mijn auto neer heb gezet om mezelf te verstoppen voor de politie. Moet ik zeggen, ik denk dat dit echt ook een heel slecht idee is eigenlijk. Want voor mij hebben ze altijd redelijk goede contacten met de... Oh shit. Oké, ze hebben me door. Het was te proberen. Oh, mijn vrouw. Oh, meneer. Oh. Sorry, mevrouw. We moeten ook niet onder mijn auto lopen, hè. Als ik wat achtervolg. Oké, jongens, we moeten bedenken hoe we hier wegkomen. Even rustig aan. Rustig. Als we rustig nadenken, kunnen wij natuurlijk een plan verzinnen hoe wij hiervan kunnen ontsnappen. En voor de mensen die altijd mijn video's kijken, al mijn zelfverzonnen missies zijn 98% live verzonnen. Oftewel improvisatie. Dus ik heb nu echt werkelijk geen idee waar ik heen moet gaan eigenlijk. Het enige wat ik in mijn gedachten heb van, hey, ik installeer twee mods en die moet ik gebruiken in mijn avontuur. En dan heb je in één keer heel veel politie achter je aan. Ja. Ja. Nu moeten we nog zien te ontsnappen. Ik vind het zo saai om nu gewoon ergens een tunnel in te gaan of een metrotunnel in te rijden. Want dan ben je de politie zo kwijt. Dat weten we allemaal. Dus er moet wat meer actie in komen. Wat meer actie. We gaan zo nog een bank overvallen, jongens. Dus die actie die komt sowieso wel. Maar waar kunnen we... Wat is een slimme manier om te ontsnappen? Weet je, wat ik altijd een leuke manier vind om te ontsnappen. Maar het nadeel is, je weet nooit wanneer het nou wel of niet goed is.
Dat is een Open Orientarius locatie te gebruiken. En dan moet je maar nou net hebben dat ik dat heb uitgezet. Oké, okay, there we go. Ik heb het even gefixt. Nu kunnen we al deze mooie garage deurtjes zien op de kaart. En al deze garage deurtjes zijn dus Open Orientarius locaties. Oftewel gebouwen waar ik naar binnen kan gaan. Heel tof. Eigenlijk heel veel gebouwen in GTA kan je normaal niet naar binnen in GTA Online en dergelijke. Maar door middel van deze mod kan je overal naar binnen. Er zijn twee verschillende soorten. Je hebt er eentje dat gaat teleporteren naar binnen. En je hebt er eentje dat je gewoon via de deur naar binnen kan lopen. En ik zoek er eigenlijk één waar je via de deur naar binnen kan lopen. Want dat is extra leuk voor de politie. Want dan kan de politie ook nog het gebouw in waar ik mij verstop. De vraag is een beetje waar we naar binnen willen gaan. Ik rij even nog door. Ik wil eerst deze politie even een beetje kwijtraken. Ze zijn me nu bijna klem, dus nu wordt het wel echt tijd om te gaan vluchten. Waar kunnen we heen? Oké, we gaan nog één keer de kaart openen. There we go. Wat is hier in de buurt? Ik zie hier iets. Wat is dit? Is dit een grote loods of zo? Ik zet mijn waypoint er gewoon heen. Ik heb geen idee wat het is. Ik ben hier volgens mij nog nooit in mijn leven geweest. In ieder geval niet in deze Open Orientarius. We zullen straks zien. Misschien kunnen we ons daar binnen gaan verstoppen. Hier moeten we heen. Zandweggetje. Oh. Oké, wachten. Sterretjes beginnen al te knipperen. Dat is mooi. We zijn bijna aangekomen. Air support komt eraan. Terwijl er komt een helikopter aan. Waar kunnen we naar binnen? Kunnen we hier naar binnen? Ik zie een deur. Ik heb mijn auto hier wel geparkeerd. Voor de locatie waar ik naar binnen ga. Dit is niet de deur waar ik naar binnen kan, of wel? Uh-oh. Waar is die deur nou? Weet je, ik snap dit niet. Waarom kan ik hier niet naar binnen? Deze deur hoort gewoon open te gaan, toch? Kom op. Nee, oké, weet je, we gaan er weer vandoor. Op zich moet ik wel zeggen, de politie raakt hier ook al kwijt op deze locatie. Dus misschien is het ook wel een idee om gewoon even te blijven staan. We rijden nog even een rondje hier hoor. Even goed kijken bij dit gebouw. Misschien dat de deur ergens anders zit. De deur lijkt me ook redelijk gesloten. Volgens mij is dit dat gebouw waar in de singleplayer iemand werd ondervraagd. Met van die stroomwapens en dergelijke. Maar oké, we zijn de politie weer kwijt. Super chill. Dat betekent dat we aardig wat geld al hebben weten binnen te halen. Dus ik denk dat we nu maar richting een bank moeten gaan. Welke bank in Los Santos zouden we willen overvallen? Ik weet natuurlijk ongeveer de locatie uit mijn hoofd. We kunnen de grote bank overvallen. Ik denk alleen dat het heel moeilijk gaat worden dan. Met de politie. We hebben hier een wat kleinere bank ergens zitten. Volgens mij hier. Deze volgens mij. Ik vind het een lastige. Ik wil eigenlijk natuurlijk zoveel mogelijk geld mee naar huis nemen. Maar bij deze moet je helemaal dat pand in. En je zit je midden in de stad. We hebben natuurlijk ook nog een afgelegen bank hier helemaal boven. Lastig. Ik denk dat we maar gewoon voor een uitdaging moeten gaan, dames en heren. Ik denk dat jullie deze bank ook allemaal wel het leukst vinden om mij heen te zien gaan. Dus laten we daar maar heen gaan. Laten we die kant op gaan. Laten we die kant op gaan. Ik zet mijn waypoint zo snel mogelijk die kant op. En dan wordt dit het spannendste stuk van deze hele episode. Ja, we gaan namelijk de grote kluis in Los Santos gaan we proberen open te maken. Hier naar binnen te gaan. Deze kluis leeg te halen. Met een mooie grote zak geld op ons rug te ontsnappen. Hoe we dit gaan aanpakken, ik heb werkelijk nog geen idee. Dit wordt wel echt spannend. Dit wordt echt spannend. Want ja, ik zeg jullie eerlijk. Ik probeer dit soort dingen natuurlijk altijd even uit voordat ik een episode opneem. Om te kijken of alle mods werken. En tot nu toe heb ik het nog niet overleefd. Ik heb het gewoon nog niet overleefd om te ontsnappen van de politie als ik die bank aanval. Er komt gewoon zo enorm veel politie op die bank af. Voor mij heb je gelijk 4 sterren. Het is gewoon, als je naar buiten loopt, dan word je al de 80 shotguns beschoten. Ik zet nog eerst even voordat ik daarheen ga mijn waypoint op een ammunition. Ja, waarom? Ik wil nog even een nieuwe kogel bij vest hebben. Want zoals jullie zien aan mijn levensbalkje, is mijn kogel van vest helemaal gone. Of ik heb er nooit een aangehaald, dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel handig denk ik om er even één te kopen. Misschien dat net hetgene is wat ervoor zorgt dat ik het deze keer wel overleef. Ik hoop het. Singleplayer GTA 5, super chill. Alleen in GTA Online kan je bijvoorbeeld nog eten. Ja. En in de singleplayer kan het volgens mij niet. Ik kan nog wel even één keer mijn inventory menu checken. Nee, ik heb hier geen food of iets staan. Wat het lastig maakt om weer leven erbij te krijgen als je eenmaal geraakt bent. We zijn er bijna. We parkeren hier even de auto. Ik vind dat zo fijn dat die ammunitions 24 uur per dag open zijn. Dus even kijken hoe laat is het inmiddels. Oh, we moeten wel op gaan schieten, want anders begint het straks al licht te worden.
En dan gaat de bank misschien alweer open. En dan zijn er alweer mensen binnen. En dat willen we natuurlijk niet. Oké, browse weapons. We hebben niks nodig van deze manier. Nee, sorry. Ja. God bless America. Wij willen gewoon een super heavy armor kogelvrij vest. Die zit onder ons mooie jas. Niemand die dit ziet. Misschien was het ook inderdaad helemaal niet zo'n goed idee om met dat masker hier naar binnen te lopen. Gelukkig zette die man geen shotgun op mijn gezicht. Oké. We gaan toch maar richting de bank, jongens. Oh. Ik moet mijn auto wel hier houden. Oké, hier naar rechts. Oké, jongens. Nog even duimen dat dit mij gaat lukken. De spanning is om te snijden. Oké, jongens. Een manier. Wat is een goede escape techniek? Laten we eerst de auto goed klaarzetten. De auto moet zo klaarstaan dat ik gelijk in kan stappen. Zonder... Wacht even, we moeten echt goed zetten. Ik zet de auto zo neer. Zo. Ik kan gelijk instappen als de politie zo komt. Oké, jongens. Bereid als voor. We pakken de shotgun. Schieten de deur open. 3, 2, 1. There we go. Slot is open. Mensen roepen al buiten. What the fuck? Voor mij hebben ze al gehoord dat er iets niet helemaal 100 is hier. We schieten dit slot ook even open. There we go. Nog één slot te gaan. Zo, het computertje moet kapot. En we schieten deze deur open. There we go. Oké, we hebben in ieder geval 1 ster achter ons aan. Dat is niet de bedoeling. Dat betekent dat er nu al politie onderweg is. Hier naar de kluis. Of in ieder geval naar de bank. En ik ben bang dat elk moment de beveiligingscamera's mij ook beginnen te detecteren. En dat er alleen maar meer politieauto's deze kant op komen. Ik laat de deur ontploffen. There we go. We zijn binnen. Doorlopen, Trevor. We hebben haast. Ja, we hebben haast. Oké, we hebben een nieuwe tas. Een nieuwe tas vol met geld. We hebben inmiddels 4 sterren te pakken. Oké, doe die kluisdeur open. We gaan snel naar buiten. Rennen, man. Deze gast heeft echt totaal geen conditie. Hadden we toch beter Michael kunnen gebruiken voor deze bankoverval. Want deze gast is zo ontiegelijk traag. Rennen. Het wordt nu wel spannend. Ik zie al meerdere rode stips op de kaart komen. Voor mij beginnen de eerste politieauto's en SWAT-eenheden eraan te komen. Ik ben op tijd. There we go, de politie is gearriveerd. Nou moeten we zien te ontsnappen met 4 sterren politie. Oké, we hebben gelukkig deze snelle auto. Als ik namelijk nu deze auto zou slopen of kapot zou maken of dat hij heel zwaar crasht, dan heb ik toch echt een heel groot probleem. Oké, wat... Oh, meneer de politieagent, niet zo slim idee. Oké, wacht, er komt een politieheli aan. Oh my god, kijk eens even hoeveel rode stipjes. Waar gaan we heen? Geen idee waarom. Maar ik ben al lang niet meer naar het vliegveld geweest. En ik weet ook niet of hier überhaupt nog vliegtuigen klaarstaan in de singleplayer. Ik weet wel dat ze er online altijd staan. Maar we hebben in ieder geval een doel. We gaan nu gewoon richting het vliegveldje vluchten. Misschien dat we wel een vliegtuig kunnen stelen. Oké, de SWAT-eenheden zijn ook gearriveerd. Er hangt ook een helikopter boven ons. Dit wordt wel de real deal. Deze auto begint wel steeds meer beschadigd te raken. Aan de kant! Oké, we moeten de snelweg op. Oh nee. Oké, dan maar tegenovergestelde richting. Het maakt nu toch allemaal niet meer uit. Ik heb zoveel politie achter me aan, dat heb ik lang niet achter me aan gehad. Oké, we gaan vol gas. De snelweg wordt nu ook afgeblokt door SWAT-busjes. Met deze 4 sterren. Gewoon vol gas. Ik weet dat het een heel dom idee is om over de snelweg te gaan. Omdat de politie dit makkelijk kan afzetten. We rijden inmiddels bijna 240. Oh! Aan de kant! Oké. Ik ben heel blij dat ik deze auto heb gestolen voor deze bankoverval. Want met een normale auto was het natuurlijk nooit gelukt. Oké, we rijden nog steeds vol gas door. We hebben nog steeds die 4 sterren te pakken. Ik denk niet dat we dat zomaar kwijt gaan raken. Pak even de sticky bombs erbij. Hallo meneer de politieagent. Oké, weg meneer de politieagent. Of in ieder geval één van de politieagenten. Want er zijn er nog zo ontiegelijk veel die er achter me aan zitten. 4 sterren. We rijden hard door. Het begint langzamerhand licht te worden. Dus we waren net op tijd om die fleisterbank te doen. Oké, achteruit. En voor de mensen die slim zijn en dat ook in mijn vorige reacties hebben achtergelaten. Er staat inderdaad in de snelheidsmeter rechts onderin constant een R van return. Maar ik weet niet, dat is een beetje gebukt of zo, denk ik. Want hij laat niet zien of ik naar vooruit of achteruit ga. Maar... Zie dat door de vingers. Ik heb nog geprobeerd te fixen, maar het lukte niet. Oké, de politie is hier ook aanwezig. Oké, we hebben hier een helikopter staan. En een stuntvliegtuig. Toppie. Goed om te weten. Waarom ga ik er nou niet gelijk op af? Heel simpel. Er is te veel politie en het duurt te lang
om dat vliegtuig te starten. Er wordt nog steeds allemaal geschoten. Wat ga ik nu doen? Ik ga proberen alle politie en dergelijke hierheen te luren. Of ja, hierheen te krijgen, zeg maar. Dat ze achter me aankomen. Dus, ze moeten even weten wie hier de baas is. Ik ga gewoon namelijk om hen heen driften of er niks aan de hand is. Zo. Kom maar, meneer de politieagent. Jullie kunnen helemaal niks. Oké. Okay. Weet je, vol gas. Het is tijd om richting het vliegtuig te gaan. Ik ben op zich echt best wel gespannen, want ik ben bang dat ik het niet ga halen, omdat er waarschijnlijk al politie staat. Dit bedoel ik. Er is al politie en ze schieten flink op. Maar waar is die hele... Wacht even hoor. Oké, waar is mijn vliegtuig heen? Oké, die staat daar. Ja, er is nog steeds te veel politie. Die politie is verschrikkelijk irritant. We springen hier even overheen. Ik wil dat vliegtuig hebben, maar hoe kunnen we dat doen zonder dat al die politie zo enorm dichtbij is? Ja. Ik moet namelijk uitstappen uit deze veilige auto en daar ben ik namelijk bang voor. Oké. Offroad dan maar. Wow. We komen er wel. Oh. Nee. Nee. Alsjeblieft. Ah. Wat? Nee. De benzinepomp. Is dit nou echt de manier hoe ik dood moet gaan? Ben je nou even serieus? Dit is echt de meest awkward en fucked up manier om dood te gaan in een ontsnapping van de politie. Terwijl het net zo goed ging. En ik dacht, yes! Ik ben bijna ontsnapt en ik zit bijna in mijn vliegtuig. En dat doe ik, dan ga ik tegen mijn zin op. Ja, en ik weet nu allemaal wat jullie vinden. Ja. Ik weet nu allemaal wat jullie denken. Jullie denken, ja, Stefan, zo kan je je video gewoon niet eindigen. Nee, dat vind ik ook. En dat is de reden waarom mijn video's altijd zo lang duren. Ja. Maar hopelijk vinden jullie dat niet erg en denken jullie nu... Yes, de video duurt nog langer! Ja, want ik vind dat ik wel op zijn minst een bank moet weten te overvallen en weten te ontsnappen. En ik wil nog steeds met een vliegtuig ontsnappen, maar... Mijn auto is... Gone. Ja. Hij is weg. Hij is footsie. Hij is verdwenen. Nou jongens, zoals beloofd zou ik proberen nog één keer de bank te overvallen en te ontsnappen. We gaan gewoon snel naar binnen. We doen het zo snel als we kunnen. Er zijn nog geen mensen hier aanwezig. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat de politie komt. We schieten de deuren snel open. We gaan naar beneden. We gaan richting die kluis. We nemen straks die tas met geld mee. En we gaan zo snel mogelijk proberen te ontsnappen. Ik denk wel dat ik een ander plan heb. Misschien was het vliegveld iets te hoog gegrepen. Er was natuurlijk ook heel veel politie aanwezig. Maar misschien dat we wel naar de helipads kunnen gaan. En dat we op die manier kunnen ontsnappen. Oké, de kluisdeur is open. Ik denk dat de politie nu wel heel erg snel wordt geïnformeerd. Oké, there we go. We hebben de geldzak op mijn rug. We moeten nu zo snel mogelijk naar buiten gaan. Want anders is de politie al buiten aanwezig. En dan gaan ze me helemaal doodschieten als ik buiten ben. Oh, ik heb geen kogel van vest meer gekocht helaas voor de tweede poging. Dus ik moet extra goed gaan opletten dat ik nu niet doodgeschoten word. Ik moet opschieten. Rennen. Treffen, schiet op. Want voordat je het weet zijn al die eenheden alweer aanwezig. De auto staat klaar. Ik hoor de eerste politieauto's al in de buurt. En we zijn onderweg. Oké, waar ga ik mijn waypoint heen zetten? Mijn nieuwe plan is om hierheen te gaan. Want heel vaak staan hier helikopters te wachten. En ik denk dat een helikopter een hele slimme manier is om te zien te ontsnappen. Waarom? Ja, helikopters gaan de lucht in. Op die manier kan ik boven de zee vliegen. En dan raak ik, als het goed is, de politie kwijt. En anders maken we die andere helikopters gewoon dood. Dat kan natuurlijk ook nog. Oké, ik rijd nu zo snel mogelijk richting die helipad. Ondertussen blokt de politie de weg. Ik heb 4 sterren achter me aan. Dus dat betekent ook dat elk moment de SWAT-eenheden kunnen arriveren. We rijden heel hard door. Even kijken, waar moet ik heen? Ik moet nu heel slim nadenken. Hier links af gaan we slaan. Daar zit weer politie. Daar staat politie. We gaan er langs. Ze beuken me. Ik hoop zo erg, hè jongens, dat daar nu een helikopter staat. Als daar nu geen helikopter staat, dan is mijn plan gewoon compleet mislukt. En dan weet ik niet meer hoe ik moet zien weg te komen. Oké, we rijden vol gas door. Vol gas. Het is niet zo heel ver meer. Sowieso, de lucht in is altijd een super oplossing om politie kwijt te raken. Het is hier. Zou er een helikopter staan? Alsjeblieft, ik smeek het je. Zijn er helikopters? Wat zijn geen helikopters? Oh my god.
Zeker alleen in GTA Online. Oké, dat maakt het allemaal niet heel veel makkelijker op. Hier de security guard van de helipad, die denkt ook al van... wat komt die debiel hier doen met zijn autootje? Oké, geen helikopters. Plan B, een boot. Een boot. Hebben we een boot? Een bootontsnapping, dat heb ik al lang niet meer gedaan. Oké, een boot. We gaan rijden de haven in. We moeten goed kijken hier. Goed kijken hier. Wat voor soort boten zouden we kunnen gebruiken? Liggen hier boten nu? Liggen hier boten? En ligt hier een speedboot? Heb ik genoeg tijd om bij die speedboot aan te zien te komen? We klimmen hier overheen. Springen naar beneden. We vallen in het water. Maakt niet uit. We zwemmen onder water door. We gaan richting die speedboot. Is de speedboot de oplossing? Of word ik straks doodgeknald vanuit de lucht? Dat kan natuurlijk ook nog. Oké, we zitten in een boot. Een boot, een boot, een boot. Gasten, start die boot. Oké. Toevallig weet ik dat hier in de buurt... Oh god, de politie begint nu op het schieten. Snel achteruit. Oké, een boot is nou niet echt het snelste voertuig om te besturen. Oké, hij vaart. Vooruit gaat hij een stuk sneller als achteruit. Zouden we hier via de tunnels onder water kunnen zien te ontsnappen van de politie? Volgens mij hebben wij een manier om nu de politie kwijt te raken. Helikopters hangen boven ons. We leggen even de boot heel eventjes hier stil. Goed nadenken. We gaan even kijken op de kaart. Kunnen we nog andere onderwaterwegen vinden? Want ik weet toevallig dat hier... Kijk, hier is zo'n inham. Hier kun je onder water varen. En dan kom je volgens mij hier zo uit. Weet je wat we doen? We gaan gewoon vol gas hier. Tussen al deze huizen door. Richting die tunnel. De tunnel van de vrijheid. Als ik daar de politie kwijt weet te raken, dan kan ik daar mijn geldzak dumpen. En dan kan ik hem later een keer ophalen op een jetski. Lijkt me een geweldige en een slimme manier. Dit is echt de plek waar ik echt voor mij maar één of twee keer in al mijn YouTube-video's ben ontsnapt. Dit is gewoon een plek waar je niet zo snel heen gaat. Maar het is wel een hele vette plek. Kijk eens aan, hier. Ja, ik denk niet dat de politie hier nu heel snel naar binnen komt varen, moet ik zeggen. Zo. We wachten nu gewoon eventjes hier rustig af. Tot wij onze sterren kwijt raken. En dan hebben we als het goed straks een hele grote zak met geld. Het vliegveld was een goede oplossing. Maar er was te veel politie aanwezig bij het vliegveld. Om zomaar naar het vliegtuig te kunnen rennen en de lucht in te gaan. Maar door middel van een boot. Ja, kan je gewoon ontsnappen via het water. En als je dan in zo'n... Ja, wat is het? Ja, het is niet eens een riolering. Het is gewoon een doorgaans weg voor het water. Voor iedereen die hun eigen kleine bootje heeft liggen bij die huizen daar. Dan kun je varen via deze tunnel. De helikopters kunnen me niet zien. De politie kan me niet zien. Kijk nog even goed om ons heen. Want je weet maar nooit of er een keer een politieboot aankomt. Die heb je ook. Maar omdat we binnendoor zijn gegaan en niet via de zee, zijn we de politie kwijt. En there we go. We hebben in deze mooie tas 57.443, ik weet niet meer wat er stond, maar zoiets. We hebben een heel groot getal gekregen met deze, ja, heist op de bank. Ik denk dat Trevor voorlopig wel weer genoeg geld heeft. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk hebben gevonden. Check ook al mijn social media, Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. De links staan hier allemaal onder in de beschrijving. En vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te geven als je dat nog niet hebt gedaan. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Later.